Dr. Hook. Je kent ze vast wel van Baby Let Her Blue Jeans Talk. Volgens mij heet het zo. En dit was Sharing the Night Together. En dat allemaal in het counterarchief van Albrandswaard FM. Straks een nieuwe band, de Early Roosters. Een beetje bluesachtige countrymuziek. Daar gaan we zo meteen iets van laten horen. En we zullen ook in deze uitzending nog iets laten horen van Ger Vos. Daar waar we een tijdje geleden heel wat aandacht aan hebben besteed. Van de cd die hij heeft uitgebracht, draaien we straks nog een track. Maar nu eerst een andere bekende artiest, met nadruk op bekend. Hier is Ilse de Lange. Heel vaak de kans om een lang nummer te draaien van Ilse de Lange. Vandaag deden we dat wel. Het was bijna 6,5 minuut mooie muziek. Angel Eyes was het nummer dat u hoorde. En ik moet zeggen, dat gaat een beetje richting de blues. En dat maakte weer een uitstapje mogelijk. Zodat we even wat meer over die blues kunnen vertellen. Want blues en country, het heeft toch aardig wat invloeden met elkaar. En omdat we in het countryarchief ook zo af en toe is een lokale band willen laten horen, hebben we gekozen deze keer voor een nummer van de Early Roosters. Dat is een band uit Barendrecht en een band die vooral gericht is op het maken van blues en een klein beetje rock en roll, een beetje rockmuziek. Maar vooral de blues en zo nu en dan met een klein country invloedje. Nou, dan zijn wij de rotsen niet om dan een nummer te draaien van die band uit Barendrecht. Een nummer dat overigens gezongen is door Quincy Jones in de film The Color Purple. Wellicht kent u die film, een hele mooie film om naar te kijken. Met even zo mooie muziek, deze keer gespeeld door de Early Roosters, Miss Sally's Blues. Roosters waren dat met Miss Sally's Blues. Een klein uitstapje vanuit de country richting de blues. En dat is er volgens mij eentje die uitstekend moet kunnen. Een van mijn country favorieten, ik heb het al vaker gezegd. En dan met name het nummer He'll Have to Go.